Een goed brood begint met een goede tarwe. En op deze akkers hier wordt een tarwesoort geteeld dat meer dan 30 jaar uit België verdwenen was. De Camp Rémy. En die rustieke tarwe, die van nature uit heel sterk is, kan verbouwd worden zonder pesticiden. En dat is een hele troef voor de Leize, die altijd lokale en milieubewuste landbouw steunt. Een tiental landbouwers produceren nu exclusief voor de Leize Camp Rémy. Het is wel meer werk voor minder meel, maar dat vinden ze niet erg, omdat ze weten dat ze een karaktervolle tarwe oogsten, zonder additieven. En daar wordt dan 100% Belgisch brood van gemaakt, met de unieke smaak en textuur van vroeger. Camp Rémy brood vind je enkel bij de Leize. En omdat er niks lekkerder is dan vers knapperig brood, wordt het hier meerdere keren per dag gebakken. En van te werken op het veld krijg je honger, dus het is tijd voor een stevig hap. Ik ga een stekje grillen, wat courgette, wat uien en wat paprika. Dan snij ik een paar sneden Camp Rémy. Dat besmeer ik met een pittig sausje dat bestaat uit ketchup, mosterd en honing. Daar de gegrilde groentjes op en daar de stek op. Inpakken en klaar. Een volwaardige lunch, boordevol energie.